Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast, jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle man in Lycra, Gerrit Heikoop, over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over. Bietensap als toverdrank. Zinvolle aanvulling op het dieet voor sporters? Bietensap is populair onder atleten en dit zit hem niet zozeer in het ijzer of de vitamine die erin zitten. Wat is het geheim precies en profiteert iedere sporter van het paarse goedje? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Jouw wekelijkse kop koffie, zeggen we mm. in de inleiding. Maar uh, vandaag geen koffie voor ons. Oh nee? nee ik heb hier uh, voor de kijkers op YouTube een grote fles uh, wonderbaarlijk paar spul staan. Zon Bietensap, jus de bitteraves. Ik heb hier drie glazen en die ga ik vol schenken. Betterraafs is dat. Uh, ja, dat het, uh, zal het Frans wel zijn, oh. denk ik. Zonnaturen nou, van de Vlaamse maat. Uh, ik ja. heb een glas voor jou, een glas voor mezelf en een glas voor onze magische man Sander achter de schermen. Dan gaan we met z'n allen aan de bietschap. Zijn we toch op het punt gekomen wat ja. jij altijd nooit wilde? Hè? Wij luisteren allebei naar de Rode Lantaarn. En je zei één ding: ik wil best meer een podcast maken. Maar we gaan oh, niet ja. beginnen met natjes. <laughs> nou, hebben we hebben nu toch een soort van onze eigen natjes. Ja, heel ik, heel ga, natje. um, ik ga hem inschenken. We gaan op zoek naar uh, wat uh, BeatShop is. Wat het zou doen voor sporters. Ja. Waar die hype uh, vandaan komt. Ik wil even beginnen met. Uh, ik gooi de, uh, rond uh, de opnamedag die we vandaag hebben. Uh, op onze stories op Instagram. Als je ons nog niet volgt, ga even naar Instagram. Het slimmer podcast is onze gebruiksnaam. Daar kun je ook polletjes voorleggen aan onze volgers. We hebben we nog niet zo heel veel, dus kom ons volgen en kom meepraten. Maar die volgers die hem zagen, die uh, vulden in: biedt de sap voor duursport zinvol of onzin? En daar zijn toch uh, 70% van onze uh, uh, mensen die dat invulden, laat ik dat zeggen dat ze dat onzin vonden. Hmm. Nou, we gaan deze aflevering uh, uitrafelen of dat zo is. Ik vroeg ook aan mensen, nou uh, DM me, stuur me een bericht... Ja. om het te laten weten waarom. En toen kregen we een hele leuke reactie van uh, Marius van den Bremer. Hebben we eerder in de aflevering even aangehaald. Hij is vrachtwagen vrachtwagenchauffeur, ja. internationaal vrachtwagenchauffeur. Ja. Ik heb op zijn uh, Instagram-account zitten kijken. Jij grapte toen al, mooie boodschap voor alle chauffeurs... kom uit de cabine. Ja. Als je naar Marius kijkt in het lijf van Marius, dan holy shit. Wat een atleet. Uh, complimenten, Marius. Hij schrijft ook, jo, zelf uh, is toch gewoon onderdeel van een gezond en afwisselend voedingspatroon, lijkt mij. Dus zinvol. Niet dagelijks, maar één keer per week. En ik maak het dan lekker zelf in de blender met een beetje appel erbij. Super lekker. Toen vroeg ik hem nog: uh, Goh, Wat voor sporter ben jij? En hij doet echt wel heel veel sport. Hij is, fanatiek. Ja. Hij is heel fanatiek. Hij uh, traint ook bijna iedere dag in de week. Dus ja, dan ga je ook over dit soort dus, dingen. Het uh, hele beeld wat we hebben van vrachtwagenchauffeurs, dat moet. Uh, nou, in ieder geval, uh, ja, laat Marius een rolmodel ja. zijn. Um, wat ik ook spannend vind aan deze aflevering: wij zitten hier vandaag, uh, dit is de laatste aflevering die we vandaag opnemen. Ik ga zo meteen over een aantal uren. Van start bij de Meer Games. 15 kilometer ja. rennen. Ik ga je vast vertellen, ik heb nog nooit in mijn leven bietensap op. Ik ga het zo voor het eerst proeven. Uh, ik hoop dus maar dat ik ook uh, misschien wel magische effecten vanavond heb. En uh, als je wil weten hoe dat is afgelopen, um, kijk ook even op Strava. Als je zelf op Strava zegt, uh, zoek Gerrit Heik op. Wat ik daar leuk vind, ik uh, ja, doe daar toch ook een beetje aan sluikreclame. Ja. Ik loop graag hard met podcasts, hadden we vorige aflevering al over. Dus op vrijdag luister ik altijd even onze eigen aflevering terug. Krijgt daar toch ook wel veel leuke reacties, hoor. Rutger Mollet die schrijft leuk, ik ga luisteren. Marlies Altena, fijn, heb ik wat te doen op vakantie. En Marco Heijink die schrijft daar ook vanmorgen weer geluisterd. Het is weer de moeite waard. Dus kortom, als je nog manieren zoekt om ons, uh, met ons in contact te komen, Strava is ook een mooi middel. Maar goed, terug naar waar we het vandaag over hebben: Bietensap. Ik ga inschenken. Ja. Vertel jij eens even, Jurgen, wat was voor jou de aanleiding? Artikel alweer uit 2016, buiten goed ja, voet zo, voor ja. de voetballers. Ja, is mijn enige voetbalartikel uh, geweest. Ja. Nou, we hebben aardig wat voetbaltrainers en voetbalvolgers, ja. dus uh, vertel Het, eens, wat uh, was de aanleiding? De aanleiding was, uh, Leicester City is, uh, werd kampioen van de Premier League. Uh, out of the blue, want zij uh, waren nou niet een club die je uh, elk jaar uh, noemt als kanshebber op... Zij hadden Italiaanse coach, Ranieri, is hij Italiaans? Ik denk het wel. Nou ja, de, de Engelse media die hadden op een gegeven moment uh, iets uh, bedacht van, ja, wat, wat is het geheim van Leicester City? En uh, daaruit werd bekend dat zij Bietensap namen in, als onderdeel van hun uh, training en uh, voorbereiding op de wedstrijden. Uh, ja, toen dacht ik, daar wil ik toch wel even induiken van uh, wat Bietensap dan doet op die prestatie hebben we een stuk over geschreven. En, en dan moet ik toch weer terug naar het, uh, mijn boek. Ja. Want ik heb een boek geschreven. Hè? Ja, Dat weet Toch, je. Uh, inmiddels, uh, ja. We, we zijn trouw deze <laughs> aflevering. <laughs> Wij beginnen hier al te lachen. Maar uh, mocht je deze podcast voor het eerst ontdekken, het is wel een aan. Eh, luister, oh. ik moet eerlijk bekennen, ik heb hem eigenlijk pas oh. deze zomervakantie echt goed uitgelezen. Ik, echt een leuk boek. Dank je wel. Jij zit als een vlieg op de muur, een fly on the wall, bij dat team van Dion Beukenboom op weg naar de wereldurecourt ja. Beschrijf je prachtig en ondertussen haal je allerlei wetenschappen aan, nou, net zoals hier in de podcast, over wat daar gebeurt. Ja, en Dion uh, nam voor uh, het, uh, het uur, uh, uur voor hem ook Piet Sap. Aha. Of uh, dus, ja, het concentreren. spul erin. Ja, toen dacht ik van, en nou wat ik wel een beetje apart vond. Hij had het verder helemaal niet getraind volgens mij. Maar bietensap drinken niet. Onderdeel echt van uh, van zo'n hele voedings. Uh, ja, maar dat stramin. is een tip die we hier al vaak in de podcast hebben gehoord, hè? Training the gut. Ja. Dat vind ik ook echt een soort nieuw. Uh, als ik weer ga eten met een volle, of uh, rennen met een volle maag, denk ik training the gut. Uh, algemene wijsheid: gelletjes, sportdranken, bietensapjes. Ja. Doe dat dan ook in je training. Ja, ik heb nou, een glas Nou, kom er maar mee, alsjeblieft. Um, ik moet zeggen, ons wekelijkse bakje koffie ruikt lekkerder. Ik zie Sander in de regio ook helemaal. Proost. Ja. Met een stinkneus. Ja, uh, proost. Dit is uh, mijn allereerste slok bietensap ooit van mijn leven. Oh. Nou, is niet mijn eerste, dat moet ik bekennen. Nee. We hadden laatst uh, een, twee weken lang de beschikking over een. Uh... Leuk heb ik meteen punt ah. op. Een groententuintje. <laughs> ja. En uh, het was net het seizoen, omdat die persoon in kwestie van wie de groententuin is, die was op vakantie. Dus die zei: Nou, dan mag je mijn groenten wel even uh, leeg plunderen. Mm -hmm. Was het net het seizoen van de bieten. Dus ik heb uh, ontzettend mijn best gedaan om iets met bieten te doen. Ja. En uh, daar hielden we ook veel sap over. En toen uh, zei mijn vrouw nog: Moet je dat niet uh, drinken? Dus we, ik, ik had een litertje staan. Dan nam ik af en toe een, uh, een slok uit. Ja. Dit is iets geconcentreerder ja, ik vind maar het heel dit is niet, advies. dit is wel gewoon de fles uh, uh, 750 milliliter biologisch bietensap van de Jumbo. Uh, in tegenstelling tot wat je ook veel vindt als je even googelt uh, bietensap is uh, het Beat It ja. Pro Shot Pro Elite 70 milliliter. Wow. Um, ik voelde mezelf een soort uh, keuringsdienst van waarde, want ik ging natuurlijk deze even uitrekenen. Wat is de prijs per liter? Nou, dat uh, gaat ongeveer tien keer over de kop. Dus zo'n zo klein flesje, los van dat die 70 ml mm natuurlijk heel veel meer plastic verpakking oplevert, uh, is ook tien keer duurder dan die fles. Nee. Maar in derde fans, uh, het kleine shotje is geconcentreerd, dus er zit wel drie keer zoveel in. Dus. Uh, Oké, okay, drie keer de prijs over de Ja, kop. want ik denk dat jij uh, straks nou, bij die 15 kilometer... Uh, dat ja, want hoeveel moet ik nou drinken? plans op je maag, <laughs> dat jij... Uh, ja. Hoe, hoeveel? Nou, uh, ja, wacht, even structuur, jongens. Dit gaat helemaal niet goed. Ja, ik ik weet, ben, niet, ik, eerst even de smaaktest. Ja. Het, het, uh, we zitten dit te drinken. Ja, het ruikt gewoon naar biet. Uh, dus ja, het is bietensap. Beet, uh, lekker, vies, weet ik veel. Beetje zoeter, prima. Mm. Ik heb ook bij de ingrediënten gekeken. Er zit ook niks anders in. Het is gewoon puur bietensap en een heel klein beetje melkzuur in deze. En in dat beat it shot, dat is geconcentreerd bietensap. En er zit dan een heel klein beetje citroenzuur bij. Ik weet niet waarom. Misschien voor de smaak. Um, en uh, de houdbaarheid inderdaad uh, wordt hier geroepen. Dus dat is één. Uh, ik wil zo van jou weten hoe het werkt. Het eerste, wat we meteen zien de kijkers op YouTube, misschien bij mij ook. Maar jij zit hier met een paarse, paarse ja, maar, bek, wil ik en zeggen. Ja, en jij ik ook? Ik ook. Gerrit, ja. Ja. ja, En dan is het eerste wat je overal leest. Nu moet je niet gauw je tanden gaan poetsen. Ja. Mm -hmm. Nou, laten we laat maar even aan het begin we beginnen. We de basis. Ja. Hoe werkt dit? Wat, wat nemen wij in en waarom is dit goed? Vietensap, uh, daar zit nitraat in. Nitraat. Ja. Maar er zit nitraat zit ook in andere groente. rucola. Spinazie. Spinazie natuurlijk. Ja. En uh, nitraat, dat uh, wordt in de mond omgezet naar nitriet. In mijn mond? Ja, door bacteriën. Moet ik het eigenlijk ook spoelen dan? Uh, nee, ik denk toch dat je het echt, ja, dat denk ik wel goed. Laat die, bacterië <laughs> laat die bacteriën hun werk doen. <laughs> en uh, ja, lekker lang zo. Ik, ik zie de bacteriën bezig. Hou je het wel binnen, Gerrit, eigenlijk? Ja. ja? Oké. Okay. Ja. Nou, even niet... uit de griegelstand. Gewoon even serieus wetenschap. Hier en uit, ja. uit nitriet uh, ontstaat uiteindelijk NO. stikstofmonoxide Nitric oxide. En nitric oxide is echt een wonderstof voor het lichaam. Nitriet zeg je? Nee, NO. NO, dat is ja. niet nitriet? Nee. Okay. Dat is weer de voorloper. Volgens mij nitraat NO... Nee, want ik moest aan denken toen ik me een uh, beetje NO3, inlas. NO3 ik heb al geleerd, spinazie mag je bijvoorbeeld niet opnieuw opwarmen. Ja. Hè? Want er komt een nitriet vrij. Ja. dat is hartstikke kankerprekkig. Ja. Dat nou, is inderdaad iets, maar het, het feit is denk ik dat hier uh, de, de nitriet toch snel wordt omgezet uh, naar het werkzame deel, de NO, ja. stikstofmonoxide. Nou, nogmaals, wonderstof. In de tijd dat ik nog onderzoek deed, is best wel lang geleden, nou, wat wel mee, tien jaar geleden nog, of ja. acht jaar. Nou, dat was eigenlijk de tijd waarin dat NO uh, echt opkwam als zijnde. Uh, nou, ik deed onderzoek naar bloedvaten. En dan blijkt aan de binnenkant van bloedvaten, daar zit een, een cellaag, het endotheel. Ja. En dat is super belangrijk, van, omdat dat een soort uh, anti-aanbaklaag is. Daar gaat, uh, in principe wil je daar geen vet gaan laten kleven. Het is belangrijk voor de bloedstolling. Het is belangrijk voor het doorlaten van uh, voedingsstoffen van, en, en het tegenhouden van uh, ver, 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 verkeerde stoffen. En wat ze achter kwamen is dat het endotheel eigenlijk zijn beschermende werking, zijn goede werking heeft door NO. En NO heeft dus die capaciteit dat het aan de ene kant... Het is, het is gas, het is een gas. Dat maakt het ook wel mooi. En dat gas is, uh, heeft zijn werking bijvoorbeeld op... de volgende laag van de bloedvaten. Dat zijn de spiercellen. Ja. En waardoor eigenlijk de, de spierwand relaxeert, ontspant. Nou, dat kun je je voorstellen als een bloedvat... Uh, ontspant, dan wordt het groter en dan zorgt ervoor dat de bloedtoevoer toeneemt. Ja, dus het is eigenlijk gewoon een soort vaatverwijder. Het is een vaatverwijder, inderdaad. Het Doe, doet mij opeens denken, uh, dat doet alcohol ook, toch? Uh, <laughs> ja, ja. Dat heb je heel goed. Ja, uh, nee, maar dat, dat is wel... Een... Ik heb nu ook tips? Ja, 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 even toch. Ja, het is een domme vraag, ja. Heb we ook niet voorbesproken, maar dat komt nu bij mij op. Ik heb wel eens gelezen, hoe werkt alcohol? Vaatverwijding? Onder Spanien. andere, ja, maar er zijn wel meer. toch Gaat niet maar... via NO? Nee? Okay, oké, dat is een andere, ja, andere Dat proces. werkt direct op die spiercellen. Ah, oké. Okay. En NO, ik moet zeggen, het doet dus nog veel meer. Het is gewoon ook het begin van uh, diabetes. Dus eigenlijk of insulineresistentie, Dat ja. de insuline niet meer goed doet. Het begint allemaal... Uh, ja een hallmark noemen ze dat dan het kenmerk is eigenlijk endotheel dysfunctie en dat betekent dat die endotheel, dus die binnenbekleding dus die, die ja die dat die niet goed. minder goed werkt en dat heeft alles te maken en je ziet dat terug aan een verminderde aanmaak van NO oké okay. nou dus in die zin zou je zeggen ja dan is het prima om dat aan te vullen vanuit je nitraat of vanuit je bietensap ja. in je dieet ja één maar één opmerking dan heb ik dan nog steeds van, dat gaat er dan wel van uit dat je in principe een, ja, dat het de, de, een tekort is relatief ja. aan NO. Heb ik zo mijn, mijn vraagtekens bij? Want eh, ik Want heb is altijd... De relatie, geleerd, meer NO is meer verwijding, is dus betere bloedcirculatie, is betere... Ja, bij mensen, bij wie een endotheel dysfunctie is, dus die van nature iets minder NO produceren. Maar ik heb nog nooit gehoord, eigenlijk, in ieder geval in die tijd dat ik onderzoek deed, dat dus eigenlijk voor iedere mens goed was, ook als je super, als je gewoon gezond bent met gezonde uh, bloedvaten, om extra NO te maken. Okay. Dus dat is, een dus dat is nog of, of een, te een geven. witte vlek in ja. de wetenschappelijkheid van dit. En dat uh, doet me ook advies. denken aan een van de eerste studies die ik uh, tegenkwam in Maastricht, waar ik toen werkte. Deze ook veel onderzoek in de begintijd ook naar bietsap. Mm -hmm. En dan namen ze mensen met een hoge bloeddruk. En er waren nog niet echt, uh, echt uh, uh, hartpatiënten. Maar een beetje licht verhoogde bloeddruk, Bietensap. En het bleek inderdaad de bloeddruk wat te verlagen. Okay. Dus dan zou je zeggen: ja, voor die groep mensen, patiënten, is het, is het gunstig. Ja. Nou, en dat laat eigenlijk zien dat je vanuit nitraat, vanuit Bietensap, uh, prima nou ja, de NO iets kan opkrikken. En vanuit daar is die gedachte gekomen dan kunnen we misschien dus sporters hebben dan ook behoefte aan NO om hun doorbloeding wat te verbeteren ja want dat doet me denken aan wordt hier ook vaak regelmatig genoemd Rostukker, science ja. of sport podcast die op een gegeven moment zit uit te leggen dat uh, als je iemand die sport of die met een inspanning bezig is en je zou zijn fysieke parameters aan een arts voorleggen zonder te vertellen ja. dat hij sport zou die ook meteen zeggen: deze man moet opgenomen worden mm -hmm. hè? op basis van verhoogde hartslag, op basis van allerlei parameters. Dus je zou natuurlijk kunnen zeggen: bloeddruk gaat ook omhoog bij ja. inspanning. Een sporter is in een bepaalde fase een soort patiënt. Ja, ja. Dus hartstikke slim. Ja. Maar er zit ook een, een, een kijk, het nadeel van de manier waarop je het nu geeft: is dat het hele lichaam in principe NO krijgt. Ja. En dat is, bij inspanning heb je juist dat jouw spieren meer bloed ah, willen krijgen, ja, 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 ja. zullen moeten krijgen. Maar dat bijvoorbeeld je darmen... Daar mag het wel mee. even weg. Ja. ja. En zo, dat, dus dat is wel iets waar ik vraagtekens bij zet. En het andere is gewoon... Maar als jij een goed uh, geregeld lichaam hebt... wat fysiologisch goed in elkaar steekt... Ja, dat weet zich precies aan te passen aan de eisen die gesteld worden. Dus is er ergens een gebrek aan uh, de, de bloedtoevoer naar spieren? Daar, daar twijfel ik over. Maar dan komt het volgende punt, omdat ja. NO meer doet dan die vaatverwijding. Het werkt ook op de mitochondria, dus die energiefabriekjes. In die de spieren, ja, ja, ja. Die ja. belangrijk zijn voor eigenlijk die, uh, die verbranding, die aerobe verbranding. Wat doet het daarmee? die zorgt eigenlijk dat de zuurstof daar uh, wordt, wordt opgenomen en omgezet richting uh, die ATP, ananzenintrifosfaat is de, dus dat ze noemen ja, dit het een hele niks energiefabriekje. Het uh, hele technische proces, ja. fysiologisch, wat gebeurt er in een spiercel, hoe die van energie brandstof uh, omzet in beweging. Ja, dat dat En die mitochondriën, uh, ja, die train je ook als je door door duurtraining, maar ook intervaltraining. Hoe meer je daarvan hebt, hoe beter. Omdat je op die manier gewoon meer zuurstof kan verwerken tot energie, bruikbare energie voor, jou, uh, voor jouw spieren. Ja. En dan is een derde punt waar NO belangrijk bij is. of uh, stikstofmonoxide, is de spiercontractie zelf. Oké. Okay. Er zijn aanwijzingen dat die uh, ja, spiercontractie je hebt, uh, eiwitfilamenten, actine en myosine. Die uh, glijden echt in elkaar. Calcium speelt daar een belangrijke rol bij. Uh, en daar, daar schijnt NO een modulerende uh, rol bij te spelen. Dat, zijn eigenlijk vanaf het, uh, het, dat is het beginverhaal geweest waarom uh, bietensap zou werken. En dat werd ondersteund door een studie in 2007. Een Zweedse studie die door iedereen aangehaald wordt. Fietstest, uh, bepaalde wattage... Uh, en dat bleek na Bietensap uh, minder zuurstof te, te kosten. Ja. Kortom, die, je gaat efficiënter fietsen. Je kan met minder zuurstof dezelfde uh, vermogen leveren, le 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 dezelfde energie uh, verbruiken. Kortom, halleluja, ja. iedereen aan de Bietensap. Ja. Ik heb tot nu toe alleen maar dingen gehoord waarvan dus ik denk: hoezo heb ik deze fles nog niet eerder in? Of ik nou sporten ben of niet. Want je zegt eigenlijk ja, dit is voor iedereen gezond. Nou ja, jij trekt een twijfel. Ik denk dan al bijna ja, ooit wist je dat Ja, maar dat is mijn kennis vanuit het onderzoek wat ik deed. Ja. Vanuit die studie zou je zeggen ja, waarom ook niet? Maar dan, dat is het leuke. Nou ja, dat hebben we eerder gezien hè. Baat het niet, dan schaadt het niet. Dus laten we even die andere kant van de medaille onderzoeken. Is er. Zijn er risico's? Kun je overdoseren? Ik kan het gevaarlijk worden. Ja, dat is een beetje, want uh, in de begintijd, uh, voor in dat stuk van die buitenkant voet, heb ik het daar ook nog over. Dat er volgens mij een ingezonde brief kwam van een toxicoloog. Ja. En die, die waakte inderdaad voor uh, te veel ni nitriet. Ja. Uh, dat kom ik, ik, ik heb toch wel als voorbereiding en ook voor, uh, voor het boek, ja, toch wel even weer bijgelezen. Je komt het eigenlijk niet meer tegen dat dat uh, toch een kwaad uh, ja, dat er te veel van kan zijn. Het enige wat ik wel hoor is ja, let op: je kan nog die bloeddrukdaling hebben, maar nou, de vraag is: wil je dat? En het andere is ja, toch je maagdarm. Van uh, ja, in hoeverre heb je het getraind? Ben je uh, ja, reageert je maag daarop? En even in een bijzin zeg je heel snel: je kan die bloeddrukdaling hebben als jij. Wellicht al een lage bloeddruk hebt. Ja. Wat je vaak ziet bij ja. mensen die veel intensief sporten, een sporthart, Precies. gaat de bloeddruk omlaag. Ja. Dit zou dat nog eens kunnen ja. versterken, waardoor je te maken krijgt met flauwvallen, flauwtjes. Ja, Klopt. Ja. Ja. En, dat, uh, en dat wat je dan krijgt, is je hersenen die willen juist wel voldoende bloed krijgen, maar die gaan dan ten kosten van andere gebieden wat afknijpen, dus die zullen misschien je spieren wat zeggen van ja hallo uh, de hersenen wij moeten het bloed krijgen, nou en dan krijg je spieren. En dat, weer daarmee zou dus al dat uh, voordelige effecten die je net beschrijft zijn dan ja. er niet gedaan, ja eigenlijk. Maar uh, schets mij verbazing, zoals het met wetenschap gaat, dan uh, daarna komen pas echte studies op gang. Ja. En dat nou, dus vooral die uh, Andrew Jones en die Beardroot is zijn bijnaam op Twitter. Ja, die, uh, ja die, die is toch wel een vervent aanhanger, denk ik dan, uh, van, van, uh, van bietensap. Ja. Heeft uh, ja, rond 50 studies inmiddels gedaan. Die zoekt ook alle... Kijk, het gaat er uiteindelijk om van dosering... Uh, timing precies, uh, ja, en, en bij welke. Ja, dat is de sporters... volgende stap, hè? want iemand ja. vindt dan: dit is een NO, hè? Is een goede stof in het lichaam, mm -hmm. maar daarmee is er nog geen recept over nee. wat je moet doen als sporter. En bij welke sporters werkt het het beste? Uh, nogmaals, Maastricht zei ik. Die zijn daarna ook een beetje op de, de sportgroep uh, 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 ja, mee bezig geweest. En ik kan maar, ja, volgens mij heet ze Kirsten Jongvink, die is erop gepromoveerd wel een beetje gevolgd, alleen het, het is altijd uh, ja de ene keer ja doet wat, de andere keer nee gebeurde niks. In het kort ze hebben bij redelijk getrainde voetballers gekeken Ja. en dan op een uh, bietensap dieet doen ze vaak volgens mij acht dagen of zo en dat zijn best wel grote hoeveelheden. Het zijn in ieder geval boven de algemene aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Nee volgens mij uh, ja en ik, ik wel op de show notes, zo'n uh, uh, fact sheet die zijn tegenwoordig te vinden bij alles, uh, alles over sport. Ja. Over wat nou precies de dosering is. Nou, bij die voetballers die deden dan als uh, de, de yo, yo test Heb ik ook gisteren opgezocht, wat is de yo-yo test Volgens mij is het een soort shuttle run. Oké. Okay. Nou bleek toch dat ze daar iets op vooruit gingen. Maar schets mijn verbazing, daar hebben ze gisteren weer bij krachttraining uh, juist gekeken omdat dat laatste aspect doet het wat, wat op contractie van, van spieren. Ja. En dan hebben ze ja verschillende testen ook gedaan echt en daar bleek het weer helemaal niks te doen. Dus het is nog steeds in het uh, spectrum ja een beetje misschien al of of niks. En wat duidelijk wel is als je het op met fietstesten doet is dat nou ongetrainde of ja matig getrainde uh, recreanten dat onze dat, doelgroep. Onze doelgroep. Daar wel effecten lijken te zijn, zeker. Aha. Meer dan bij goed getrainde of bij topatleten. En, Wauw. En Kort, kortom, we vinden hier dus misschien wel echt een ja, slimmer presteren -hack. Maar, En dan denk ik nog steeds, ja, dat kan zijn dat topatleten... Ja, die hebben gewoon hun NO-huishouding uh, helemaal op orde. Ja. ja, die trainen ook veel en... Uh, Kijk, het lichaam... Een, een belangrijke prikkel voor NO aan te maken is... Uh, de, Want dit de, is, begrijp ik, hoor ik je nu pas goed zeggen... In principe maakt je lichaam die stof zelf ja. aan. Hoef je dus helemaal niet in te nemen. Nee. En uh, de aanmaak gebeurt op afschuifspanning van het bloed langs die wand. Oh. En er wordt altijd gezegd... Dus dan is het belangrijk dat in ieder geval... Ja, dat je gewoon ja, de doorbloeding zelf... Uh, er eigenlijk voor zorgt dat die spanning die continu eigenlijk van dat stromende bloed langs de wand dat dat uh, ja regelmatig gebeurt dan heb je ook met sporten hè? dan gaat dat ja. even omhoog krik je dat omhoog plus daarbij denk ik van uh, ja kijk in principe maakt het lichaam het zelf maar heeft wel een precursor daarvoor nodig een, een voorganger ja dat is uh, L-arginine. Dat is eigenlijk... We worden weer even heel technisch. Ja, ja dat mooi, zijn mooi, volgens mooi. mij een, een aminozuur... of meer, een paar aminozuren bij elkaar. Ja, dat kan je een beetje opkrikken... door, uh, door in ieder geval te goed nemen. te eten. Ja. Maar, en dan kom je nogmaals van... Ja, wat haalt de gemiddelde sporter... haalt die, of ja, jij en ik... halen wij uit ons voedsel... Ja, uh, eigenlijk genoeg voedingsstoffen? Hè? Halen wij de, ja, de nitraat... Richtlijn. Dus dan komen we bijna weer terug op wat we bijvoorbeeld zeiden in onze aflevering over herstelbevordering. Mm -hmm. Hadden we het over hersteldrankjes. Ja. En was uiteindelijk ook de conclusie, luister eens, als je gewoon goed, gezond, gevarieerd eet, ja. heb je dat niet nodig. Dat is eigenlijk wat je hierbij ook zegt. Dus ik kan nog steeds voorstellen dat in die groepen recreanten, daar is niet eigenlijk gekeken voor wat, wat je eetpatroon precies leest. Er ja, is ook niet, denk ik, die mensen zijn ook niet maanden al op een dieet gezet met gewoon, nou ja, nitraatrijk voedsel, dus dat ja. kan daar wel doorheen spelen. En, nou ja, daar, daar vergis je in. Ik, ik, zocht toch nog even uh, gisteren uit van, ja, hoe goed eten topsporters bijvoorbeeld. Ja. En als een onderzoek Want dat van. Dat wordt uh, ook gezegd, hè? De, de, Bij topsporters heeft Bieten zelf waarschijnlijk geen als ja. effect. Eén, ze zijn al super getraind. Ze hebben die no ja. huishouding op orde. En zij eten al veel meer dan een ja. gewone leek. Dus ze krijgen die stoffen al mm -hmm. binnen. En toch, er was een onderzoek, toch wel van. Nou, vijf, vier, 5, 4, 5 jaar geleden. Floris Wardenaar, die is wel een bekende voedingsdeskundige. die promoveerde eigenlijk puur op. Nou, op, op, op dat onderzoek met vragenlijsten. precies checken van hoeveel bij, uh, ik denk, sporters. die uh, ja, de, de NL. Uh, team NL-sporters. Ja. Wat is jouw voedingsinname? Nou, hou dat eens netjes goed bij. En die concludeerden toch dat het allemaal best wel een redelijke groep tegenviel... in ieder geval niet qua brandstoffen... dus de koolhydraten, eiwitten, vet... waar we het over gehad hebben... maar juist een beetje die, de mineralen... en de vitamine. Eh, sporenelementen wordt vaak genoemd. En dat is een verhaal, de vitamine, vitamine D... bijvoorbeeld, ja, dat ze daar... toch in tekort schoten. En eh, dan denk ik, ja, dan kan ik... best wel voorstellen dat... Ja, dat er toch wel een... Uh, ja, iets... iets kan liggen dat sommige topsporters wellicht zelfs ook nog baat hebben bij nitraat. En dat een gemiddelde groep recreanten die eigenlijk helemaal niet zo met voeding bezig is. Ook baat zal hebben bij, uh, bij nitraat of bietensap. En dat is eigenlijk ook de conclusie die ik toch wel lees. Van jongens, ook al laten een aantal studies zien uh, geen verbetering. Een aantal studies laten zien wel verbetering. Maar belangrijker nog, er is geen enkele studie nog geweest die een negatief effect heeft laten zien. Ja, en ook geen overduidelijke risico's. Nee. Komen we in de categorie baat niet. Dat gaat het niet. Ja. Mits twee dingen. Ja. Te veel is nooit goed. Ja. Dus alles met mate. En wellicht laat je niet gek maken door de marketinghype. Je hoeft niet per se. Weet je ook alweer? Ik zal nog één keer voorlezen: de Sportshot Pro Elite 70 milliliter A35 ah, euro per liter. Hoef je niet te kopen. Je kan gewoon naar de Jumbo. Voor een flesje Zonnatura nee, 299 zelfs, denk ik dan. Hè? Ja, Toch? Dan maar die niet je tanden poetsen al. en geen kauwgom. Ja, maar uh... misschien moet je dat nog even afmaken. Dat zei ik net al. Wij zitten hier allebei uh, met een uh, paarse glimlach. Uh, niet je tanden poetsen, geen kauwgom. Uh, ja. Tot slot, waarom wordt dat erbij gezegd? Ja, dat is dus die, die, die bacteriën, de bepaalde bacteriën. We hebben het al eerder over, uh, over die, die darmflora gehad. Ja. Nou ja, uh, de keel is natuurlijk het begin daar van jouw, uh, jouw hele darmstelsel. Ja. Uh, daar zitten hele nuttige bacteriën uh, ja. waarvan. Uh, en die poets je weg? Ja, daar komt het eigenlijk op neer. En, dus uh, uh, het is ja. gewoon even rondlopen met die paarse smile. En, uh, kan twee kanten op, natuurlijk, dat jij uh, straks voor die wedstrijd mensen zeggen: hey, god, uh, heb je iets ingenomen? Wat uh, heb je wijn uh, gedronken? <laughs> ja. En dat je juist er aan herinnert wordt ja, tuurlijk, oh ja, bietensap. bietensap genomen. hè dan heb ik in ieder geval ook perfect ja. voor mijn placebo-effect. Ja, dat komen we hier natuurlijk ja. ook iedere keer in de Slimme Podcast weer tegen. Kijk, die studies die gedaan zijn, die, die zijn heel netjes uitgevoerd. Want die hebben in principe gewoon een, een placebo-groep. Ja. Met hetzelfde kleur, geur, smaak goedje Alleen dan niet met uh, de bietensap. nitraat erin. De nitraatloos bietensap. Aan de andere kant, ja, er zijn ook studies uh, met, met, met sporters... waarin ze, die hebben ze een voedingssupplement gegeven... en gezegd, ja, dit is een voedingssupplement wat positief werkt op je prestatie... en deze doet niks of werkt negatief. Uh, na afloop uh, een, een test gedaan, komt netjes uit, positiever reageren, positief erop reageren... of uh, die gaan beter presteren, de andere juist niet... Totdat ze eigenlijk allemaal uh, te horen krijgen: jongens, jullie allemaal hebben allemaal iets gekregen wat in principe gewoon niet werkt. En dan, dus dan weet je ook wel weer dat het, ja, een stukje kracht zit hem daarin. Hè? Geloof je erin dat het met jou wat doet? Geloof het. Ja. Ik geloof het. Ik ga vanavond mijn stinkende best doen. Als je wil weten hoe het ging, zoek mij even op op Strava. Um, tot slot, we gaan eens even kijken wat onze topcoach Guido Vroemer ervan vindt. Goed. Ik weet nog een aantal afleveringen terug. hem over ketonen. En toen riep hij meteen smerig. Ja. Kijken wat hij vindt van Bietensap. Goed plan. We gaan zoomen. Guido, goedemorgen. 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 Ja, wij zitten deze ochtend niet aan de koffie, maar aan het bietensap. Ik weet niet of je ook wat uh, van het rode toverdrankje bij je in de buurt hebt. Wat is jouw eerste reactie als ik zeg uh, bietensap? Nou, ik sla over. Jij slaat over, <laughs> ja? Nee, ik hoef het niet. Door schade en niet... schande wijs geworden? Of uh, heb je het... Heb, 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 je hebt het toch wel geprobeerd, Guido? Of niet? Ja, 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 ja. Maar als het niet de zuipen is en ik denk... Nou, weet je, voor mij hoeft het... Uh, ik hoef er niet de prestaties mee te <laughs> verbeteren. Ja. Dan denk ik, oh, dat hoef ik echt niet. Ik vind niet, ik vind echt niks. Nee. Maar het was wel even een, een hype natuurlijk, toch? Ook in, juist in marathon en triathlonwereld. Ja, Iedereen werd... Als je dat drinkt, oh, dan ga je veel harder. Ja, 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 maar ja, weet je, er werden ook heel veel dingen geroepen. Um, en die werden dan in een studiegroep van uh, 15 mensen, uh, waarbij er een paar uh, dan uh, 10% of 15% beter werden. Ja, dan denk ik, ja, dat wil iedereen wel. Ja, Als ja. dat drankje wil, dan, hoe, dan slik ik dat vieze drankje wel even door, En dan is het goed. Als ik even toch, hè, we hebben jou eerder over viezigheid horen praten in de ketone, aflevering over ja. ketone, ketone of bietensap? Ja. Wat is viezer? Ja, dan is het viezer. Ja, ja. Oh, dat is geen ketone dat toch wel. Okay. Ja, ja. Dat valt nog de, mee met de bietensap. Op de schaal ja. van wat vindt Guido Vies? Ja. <laughs> Eén ronde. Maar toch, hè, we hebben net van Jurgen geleerd al die voordelen. Ik bedoel, uh, je bloedvaten gaan er wijder door worden, je, je spieren, uh, energiefabriekjes ja, gaan beter werken. He, ik heb ook natuurlijk. Uh, wat wat de... maakt dat jij dat toch aan de kant geschoven hebt? Nou, niet iedereen heeft er natuurlijk voordeel van. Dat nee. is natuurlijk uh, ook zo. Er zijn wel studies gedaan en dan, dan hebben ze um, uh, twee, drie uur van tevoren eigenlijk uh, ongeveer, wat is het, 500 milliliter bietensap nemen ze dan. <laughs> oh, zoveel. Ja. ja, ik ga zo lopen namelijk, Guido, dus dan moet ik even nog twee glazen aan gooien. Ja. 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 Een halve liter, dat is echt een hoop. Dan moet je wel even door. <laughs> ja. ja, ik uh, at die fles zo even leeg. <laughs> Um, maar dan daarvan zou he, uh, het nitraat, wordt dan een nitriet, en het wordt dan stikstofmonoxide. En dat is eigenlijk hetgene waardoor je dus een beetje de vaatverwijding krijgt. Ja. En, 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 was, en hopelijk dan ook um, wat betere zuurstofvoorziening in de spieren. En, en dat kleine beetje winst, daardoor zou je dus, nou ja, dan gaan je spieren dus ook beter werken, want je hebt meer zuurstofaanbod. Ja. Het nadeel is dan, als je echt, nou ja, dat zien ze wel bij toppers, en dan toppers noemen we dan zeg maar boven de uh, V2 MAX 60, ja. mm -hmm. dan is het effect alweer veel minder. Want die zijn eigenlijk al redelijk geoptimaliseerd wat, wat zuurstoftoevoer uh, naar de spieren betreft. Hè? Ja. Als, als dat al redelijk optimaal is, dan kun, je al dan kun je niet heel veel meer winst halen met een beetje bietensap. Nee, nee oké, okay. dus dat nee, hebben we hier het, net ook vastgesteld. Het gaat elkaar. om procenten, natuurlijk, uiteindelijk in die, die topsport. Dus die ene procent die je misschien met Bietensap kan halen. Ik kan me voorstellen ja. dat een aantal van jouw atleten toch bij jou aankloppen, of dat niet eens doen. En gewoon zeggen: Ja, ik, bij mij werkt het. Ja, dat mag. Ja, ja. Ja, maar ik, ik, ik heb er ook niks tegen. Nee, uh, en je beveelt het, het ook wat, niet aan. Wat, de, nou ja, weet je, van mij kun je het eigenlijk kijken als je er mee zelf mee komt en ik denk: Ja. Het zijn ook, niet, met name dan de, ja, de, de wat kortere, ja, niet de hele. Hè, in een triathlon lijkt me daar hè, niet heel zinvol, omdat bijvoorbeeld hè, tijdens de marathon, dat je halverwege denkt, nou ik moet nog een halve, eh, ik gooi er nee. even een halve liter pietstap in. Nee. <laughs> um, dan zou ik dat wel eens even in een training ook even proberen, voordat die hè, een kilometer later er weer allemaal uitkomt. Dat ja. je denkt, oh, dit voelt echt niet goed. Ja. Maar het proberen kun je het altijd natuurlijk, hè. Want ja. als het voor jou, zeg maar, werkt, dan is het natuurlijk ja, prima. Dus dan is het, het heeft het bijna geen nadelige effecten. Nee, dat stelt wel ook net elke, vast. En je het elke dag gaat gebruiken, hè, want dat is ook niet goed. Maar uh, letten jouw atleten op hun voeding en ook op hun nitraatinname, weet jij dat? Eten zij voldoende bieten, spinazie, rucola... Hou jij dat bij of houden ze dat nee, zelf ik bij? Oké. Okay. Nee, ik houd het niet bij. Maar, zes, maar dan zou het toch best kunnen dat er misschien een aantal atleten rondlopen. die niet aan die aanbevolen hoeveelheid komen. en wellicht een relatief dat tekort kan. hebben. Ja. ja, dat kan. Okay. Ja, ja, dat zou zeker kunnen. En ah. je krijgt dan natuurlijk ja, jij krijgt dan ook steeds meer andere. Um, Mogelijkheden om die nitraat binnen te krijgen. Je hoeft niet ineens meer een halve liter te drinken, maar het wordt ook geconcentreerder en dan kun je het in een andere vorm ja. nemen. Waardoor je denkt, nou, hè, dan hoeft niet al die meuk te drinken daarvan. Ja, het ja, kost, ja, kost wel vier keer zoveel, hebben wij eerder in de aflevering uitgezocht, Guido. Alles geeft zijn prijs, hè? Ja. Maar ja, je wilt ook wel iets harder lopen, natuurlijk. Ja. 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 Wat, wat we eigenlijk nu raken, Guido, herken ik eigenlijk twee afleveringen geleden kwamen we er ook aan. Hadden we het over sportpsychologie en toen zei je ook: ja, maar luister nou even, ik ben inspansfysioloog en arts en ik ben begin vanuit het fysieke. Zeg je eigenlijk ook, ik trek hier een grens, weet je wel? Ik ben geen sportdiëtist. Ik ga niet mijn atleten ook coachen en trainen op wat ze moeten eten. Um, ja, daar houdt op een gegeven moment... Weet je, de, de, de basisdingen, uh, die uh, adviseer ik wel. Um, als we het hebben over wat, wat, wat Jurgen zei over... Nou, houden ze wel bij hoeveel nitraten ze houden en hoeveel natgroent en dat soort dingen. Als we um, op die details ingaan... Dan eh, werk ik samen met sportdiëtisten. Ja. Ja, ja weet je, dan, dan is het ook een heel snelle stap. Dat ik denk: nou, weet je, ga naar die of naar die die bij jou in de buurt zit. Zoeken we op en dan kijk ik of we, of we daar goed mee samen kunnen werken. Daar ga je dan je voeding mee afstemmen. Eh, eh, en daar kan ik dan ook nog in meekijken. Van, nou ja, weet je, voor de wedstrijd kunnen we dan dit en dit nog doen. Ja. Maar het belangrijkste is eigenlijk: zeg je, oké, okay, dus als het echt fine grinding wordt, ga maar naar een diëtist. En de conclusie voor deze aflevering is dan: uh, Bietensap is niet zo'n no-brainer en niet zo'n grote winstpakker dat dat een algemeen uh, toevoegen aan je dieetadvies is? Nee. Nou, voor jou? Nee, niet. dat geef ik niet. Nee, nee, nee. Oké, okay. nou. Nou, het lijkt nou, me een heldere <laughs> aanvulling op de... Ja, dat is het, voor mij eenmalig nu. Dat, <laughs> ik ga tanden uh, Dat glaasje bietensap, ja. Precies. Nou, als, je helder, als je het goed. lekker vindt, dan moet je het gewoon blijven doen natuurlijk. Ja, ja precies. Het is... Uh... niet of je het lekker vindt. En als jij uh, niet van spinazie houdt of uh, rucola... Dan doe je, je het met bietensap. Ja. Nou, ik, uh, ik hoop dan maar op het placebo-effect uh, vanavond. Nou, ja. uh, nogmaals, uh, we hebben eerder al even in onze Instagram-stories gepold. Ge ge en ik ben ook wel benieuwd, als deze aflevering uitkomt... is die story natuurlijk al lang verdwenen. Dus laat ons weten. Biedt de sap voor jou zinvol of onzin? Gebruik je het of niet? Of is het nou, well, als je het lekker vindt, moet je het doen? Laat het ons weten via Twitter en Instagram: slimmerpodcast zijn we daar. Of Guido Vroemen is te vinden als de sportarts op Twitter. Of je kan ook naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je een aflevering of een pagina van deze aflevering met alle show notes, alle linkjes die we onderweg hebben aangehaald. En ook daar kan je in de reacties met ons meepraten. Vinden we leuk, we reageren altijd. Je kan ook een audiobericht naar ons sturen via het uh, Vriend van de Show platform Vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast. En als je nou zegt, nou ik heb inmiddels wel echt zoveel goede tips van die gasten gehad. Ik wil ze ook wel financieel een steuntje in de rug geven. Dat mag daar ook. Maar uh, dat zien we dan vanzelf wel binnenkomen. Geweldig. Ik zie dat steeds meer mensen dat het doen zijn. Toch wel bijzonder. Ja. Um, en je kan je ook abonneren uh, uh, op onze mailinglijst en met ons mailen via post. Slimmerpodcast.nl. En als we dat met steeds meer mensen gaan doen, dan gaan we met z'n allen slimmer presteren. Tot zover. Uh, tot volgende week Jurgen. Tot, tot volgende week, week. Guido.